In Excel is een hele mooie toepassing te vinden die je eh, eigenlijk maar weinig hebt gebruikt, eh, zeer waarschijnlijk, maar die wel heel handig is, zeker wanneer je eh, in je grafieken duidelijk wil maken dat er eh, sprake is van een meetfout. En met een fout wordt niet bedoeld dat je zelf iets hebt fout gedaan, maar daarmee wordt bedoeld dat elke meetwaarde die je meet en die je ook gebruikt een zekere eh, onzekerheid in zich heeft. Niks kun je precies meten. En zeker wanneer je daar erg op gaat letten, kun je vaak van elk van je metingen aangeven wat de meetfout is. En in deze webles gaan we kijken hoe je die meetfout kunt aangeven in de grafiek. En daarnaast gaan we ook kijken hoe je die meetfout vervolgens kunt gebruiken om iets te zeggen over het resultaat wat je uit je grafiek haalt. En dat klinkt misschien een beetje cryptisch, maar vaak gebruik je een grafiek om daar een een trendlijn, een raaklijn in te tekenen en vaak zegt dan um, de stijlheid van die raaklijn iets over een onbekende natuurkundige grootheid. En we gaan dadelijk zien dat uh, wanneer je die stijlheid iets kunt zeggen over de spreiding in de stijlheid, dat je ook iets kunt zeggen over de onnauwkeurigheid, de fout in jouw uiteindelijke um, resultaat, de onbekende grootheid. Nou, dat klinkt misschien een beetje um, vaag nog. En daarom gaan we maar eens snel kijken met, aan de hand van een voorbeeldje. En het voorbeeldje is heel simpel. Ik heb een proefje gedaan met veertjes. Uh, en ik heb geprobeerd de veerconstante van een veer te bepalen door er één of meerdere blokjes aan te hangen. En bij elk blokje erbij heb ik gemeten wat er gebeurt met de uitrekking. En dan neemt de uitrekking natuurlijk ook toe. En de veerconstante is gedefinieerd als uh, f is c mal u. En dat kun je dan omschrijven tot c, de veerconstante, is f gedeeld door u. En nu weet je natuurlijk al dat um, je één meting zou kunnen doen. En dan heb je één meetwaarde en dan heb je een f en een u die kun je dan op elkaar delen. Maar het is veel beter om meerdere metingen te doen en die in de grafiek uit te zetten. En daar dan vervolgens met een, uh, een, een raaklijn te gaan werken. Want uh, wanneer je dan de stijlheid van die raaklijn hebt... Dan heb je eigenlijk het gemiddelde van al jouw meetwaarden. Je hebt eigenlijk, dat hoop je dan, en vaak is dat ook wel. Je hebt dan de meetfout er gedeeltelijk uit gefilterd. Kijk even naar de krachten en de uitrekkingen. Um, daar kun je natuurlijk een grafiek van maken. Nou, die grafiek die heb ik al gemaakt. Die staat hier. En in die grafiek kun je vervolgens kijken. Ik maak hem iets kleiner, want ik heb daar de ruimte aan de rechterkant nodig. In de grafiek kun je dan zien dat er een recht evenredig verband is tussen kracht en uitrekking. En let er even op, ik heb kracht op de x-as gezet, want die heb ik zelf in de hand. En de uitrekking die komt op de y-as, want die verandert mee met de kracht die ik uitoefen op de veer. Um, nou, ik kan hier een trendlijn doorheen laten trekken. Trendlijn toevoegen. Dan krijg je deze mooie trendlijn. Ik weet eigenlijk dat die ook door het nulpunt moet, dus ik kan het snel snijpunt instellen. Uh, want uh, als ik natuurlijk geen blokje aanhang, dan weet ik zeker dat de uitrekking ook 0 is. Um, nou, ik zal hem iets, iets duidelijker maken. Hij is nog niet echt uh, heel duidelijk. Ik maak hem iets dikker. Ik maak er een uh, doorgetrokken lijn van. Dit is onze trendlijn. Uh, tot zover is het eigenlijk wel allemaal bekend. Maar als we nu iets willen zeggen over de spreiding in de stijlheid van die trendlijn, dan kunnen we ook iets zeggen over de grootheid C, de veerconstante. Want uh, wat geldt? Als je een beetje goed kijkt, dan zul je zien dat de stijlheid van deze lijn U gedeeld door F is. En uh, ik had net al gezegd dat de, uh, de, de veerconstante F gedeeld door U is. Dus de veerconstante kun je uit de stijlheid van deze lijn halen. En die is 1 gedeeld door de stijlheid van die lijn. Maar, ik heb natuurlijk vijf meetpunten. Elk van die meetpunten heeft een onzekerheid in de twee grootheden die het afbeeldt. En um, ik ga eens kijken hoe ik die onzekerheid in die grootheden kan verduidelijken. En uh, dat kan ik doen door um, op de grafiek te klikken. En dan krijg je hier drie keuzemenuutjes. En dan moet je op de plus drukken. En dan zitten een paar dingen in verstopt waaronder de trendlijn. Maar ik wil vandaag vooral kijken naar de foutbalken. Met de foutbalken geef je aan hoe groot de onzekerheid, de fout is in jouw meetpunten. En let even niet op wat er nu standaard in komt, hij doet nu standaard maar wat. Maar ik moet nu mijn foutbalken goed instellen. En dat doe ik door het minuutje te openen van de foutbalken hier op het pijltje. En ik kies eventjes op Meer Opties. En dan moet je even kijken, want hier staat horizontale foutbalk. Eh, dat wil zeggen, ik ben nu bezig met de grootheid op de horizontale as. En in mijn geval is dat nu de kracht. En ik moet nu iets zeggen over hoe zeker ik ben van elk van mijn metingen van die kracht. Nou, ik heb gewerkt met blokjes. En stel nou dat ik de massa van elk blokje heb gewogen met een weegschaal. En vanuit die massa heb ik vervolgens met de FZ is M-G, heb ik de dus zwaartekracht berekend en dan heb ik ook direct de veerkracht. Stel nou dat ik even opzoek in het boekje van de weegschaal. En dat er staat, ja, deze weegschaal meet de massa, maar wel tot op 5% nauwkeurig. Als je dat opzoekt in de boekjes van bijvoorbeeld de weegschaal, dan staat er er vaak bij. Nu is 5% vrij Onnauwkeurig voor een weegschaal, maar ik neem het eventjes als voorbeeld. Um, dan moet ik dus even aangeven dat van elk van die vijf meetpunten er een 5% spreiding is in de x-richting. Nou, ik zit al hier op de horizontale foutenbalk en ik kan hier kiezen hoe ik mijn fout weer wil geven. En, en ik heb even gekeken, het, het is een percentage van mijn meetwaarde, dus ik ga kiezen voor percentage. En heel toevallig staat hij al op 5%. En dan zie je hier dat de streepjes in de x-richting aangepast worden. En je ziet ook dat die langer worden naarmate de meetwaarde ook groter wordt. En dat moet natuurlijk ook, want het is een percentage van de meetwaarde, mijn meetonzekerheid. En dit lijntje geeft eigenlijk de grootte aan van mijn meetonzekerheid. Hetzelfde ga ik nu op de i-as doen. Dan moet ik er wel even uh, voor zorgen dat ik uh, hier bij de opties dan ook kies reeks i-foutbalk. En dan moet ik ook weer even tegen mezelf zeggen, wat heb ik op de i-as gemeten? Ja, ik heb de uitrekking gemeten van die veer. En dat heb ik met de lineaal gedaan. En eh, nou, dan ga je eventjes eh, tijdens het meten, ga je natuurlijk even over nadenken. En ja, eigenlijk kun je dat niet, stel hè, dat ik dat tegen mezelf zeg, eigenlijk kun je dat niet nauwkeuriger dan 5 mm doen, een halve centimeter. Dat wil zeggen dat elk van mijn meetwaarden een meetonzekerheid heeft in de i-richting van een halve centimeter. Dat is dan een vaste waarde. Dus dan moet ik vaste waarde kiezen en dan moet ik hier vaste waarde 0.5 kiezen. En dan krijg ik uh, dit plaatje eruit. Heel eventjes nog. Uh, ik ben nu eigenlijk klaar, maar stel nou dat je um, meetwaarde hebt die um, niet een percentage zijn van. Of een, een meetfout die niet de percentage is van de meetwaarde en ook niet een vast getal, maar een. een Aangepast getal is, dan kun je dat ook kiezen. Dan kun je hier bij aangepast kiezen en dan kun je hier waarden opgeven. En die waarden kun je dan bijvoorbeeld hier zetten. Nu staat daar nog niets. Kies dan ook altijd uh, de positieve foutwaarde, en negatieve foutwaarde gewoon precies hetzelfde. Ik doe het nu trouwens verkeerd, want ik, ik zit nog op de i-as. Dus eigenlijk had ik deze moeten pakken, maar je kunt dat gewoon kiezen en hier waarden voor kiezen. De waarden invullen en die dan vervolgens bij aangepast kiezen. En dan krijg je ook die waardes op jouw foutbalk. Dus je kunt in principe elke waarde die jij hebt. En die je dan hier in hebt gezet in het, ballen, in het kolommetje naast jouw meetwaarde. Kun je dan weergeven. Maar ik ga even terug naar mijn vaste waarde. Want in de i-as was die 5 mm. En je ziet dat dat ook wel klopt. Al die streepjes in de y as in de i-richting hebben dezelfde lengte. Je zul je misschien denken, ja, wat heb ik nu hier nu aan? Nu heb ik deze grafiek gekregen. Ik heb mijn trendlijn, die gaat zo goed mogelijk door die meetpunten. Maar je ziet dat die meetpunten niet precies op die lijn liggen. En er zit een zekere meetonzekerheid in hoe ik die lijn kan tekenen. Nu kun je die, die, um, die foutmarges die kun je gaan gebruiken. Om te gaan kijken hoe groot is nu de spreiding in de lijn die je kan trekken. Die zo goed mogelijk door die punten gaat. Maar um, dan moet je gaan zeggen: Ik ga dan echt de grenzen opzoeken. Ik ga proberen een lijn te trekken die nog net door al die foutmaatjes heen loopt. Van elk van mijn meetwaarden. Dus ik ga even invoegen: vorm, lijn. Die lijn moet natuurlijk bij 0 beginnen. Want ik weet zeker dat die door 0 gaat. En dan kan ik hem hier ja, een verschillende waarde geven. Maar dan zie je wel dat bij. Maar bepaalde waarden, dat is ongeveer deze, dat deze lijn, ik zal hem ook uh, wat uh, dikker maken, bij bepaalde waarden gaat deze lijn nog net door alle meetfout, blijft hij binnen de meetfout, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus uh, ik zou mijn, uh, mijn trendlijn ook zo kunnen trekken, dan zou die niet eens. Um, conflicteren met mijn meetpunten. Dat zou kunnen. Dan heb ik dus een iets steilere eh, eh, trendlijn getrokken en dat is ook een iets groter getal voor mijn stijlheid. En zo kan ik ook de andere kant op. Ik kopieer deze even. Dit is mijn tweede lijn. Zo kan ik natuurlijk ook proberen minder stijl te trekken. En dan is de vraag weer hetzelfde: hoe kan ik mijn lijn Minder stijl trekken zodat hij nog net niet buiten die foutmaatjes valt. Dan moet je natuurlijk al die vijfde punten in de gaten houden. Dat moet ik natuurlijk ook even goed doen. Dan moet ik uh, alleen hierboven veranderen. Nu heb ik dat, ja. En dan ga ik even dan ga ik een beetje spelen beneden. Hij moet bij alle vijf binnen de foutmaatje vallen. En dat doet hij bij deze. Het is een klein beetje natte vingerwerk, maar je kunt het wel zo goed mogelijk doen. En ik heb nu twee lijnen in het blauw, die eigenlijk de grenzen aangeven waarbinnen ik mijn trendlijn zou kunnen trekken, zodat die nog steeds klopt met de foutmarges van mijn meetwaarde. Ja, wat heb ik hier nu aan? Ik kan natuurlijk uh, mijn trendlijn gebruiken om uh, te kijken wat het uh, verband is tussen mijn x en mijn y-waarde. Ik kan dat kan ook uitzetten, dan heb ik... Uh, eigenlijk dit zo en dan kan ik het groter maken en dan kun je zien, nou het verband tussen I en X is dat I ongeveer vijf keer zo groot is als X. Dus er geldt U is vijf keer F ongeveer. Maar die lijn hierboven die zou ook nog kunnen. En van deze lijn kun je natuurlijk ook de stijlheid bepalen. Niet door middel van een trendlijn. Dan zul je eventjes een driehoek moeten maken en even de punten aflezen. Maar je kunt de stijlheid bepalen. Die stijlheid zal net iets hoger liggen dan die 5. Die lijn die ik nog net daaronder kan tekenen, die heeft ook een stijlheid. Die zal net iets lager zijn dan die 5. Dus ik heb een spreiding in mijn stijlheid van mijn trendlijn. En die spreiding in die stijlheid van mijn trendlijn, die kan ik ook doorvoeren. Dan kan ik ook gaan uitrekenen wat voor. Uh, Waarde voor mijn veerconstante zou ik krijgen als ik de bovenste lijn gebruik, de stijlheid van de bovenste lijn om hem uit te rekenen. En welke waarde van C krijg ik als ik de stijlheid van mijn onderste lijn uitreken? En zo krijg je je uiterste waarde waarbinnen die C, die veerconstante, ligt. En zo kun je uiteindelijk dan ook opschrijven: mijn veerconstante is. Het zal iets in orde zijn van 5, plus of min. En dan die spreiding die je hebt gevonden aan de hand van jouw 2. Uiterste lijnen die je nog kunt trekken.